dat was dat. We gaan Bloodborne nog een keer weggeven. En misschien heb je er al over na kunnen denken. Een memorabel moment wat met bloed te maken heeft. Dat kan je ons vertellen en dat kun je nu doen op ons telefoonnummer, die nu onder in beeld staat. Juiste nummer. 023 30 30 556. Ja, het klopt. Dat was uit mijn hoofd. De telefoon staat aan. Nu nog mensen die bellen met een memorabel verhaal. En dan staat hier jullie jury klaar. En die gaat dan, die gaan dan vertellen wie er heeft gewonnen. Kokhals is winnen, sowieso. Ja. Als mijn dat ons even de microfoon geeft, dan kunnen we de mensen ook horen. Hebben jullie een verhaal wat je zo te binnen schiet? Over bloed? Ja. Kunnen jullie tegen? Ik heb echt een heel, heel, heel nasty verhaal. Die ga ik ook nooit meer vertellen. Oké, dit doen ze niet. Nee, doe maar, laat hem maar. Ja? Ja. Moet niet echt. Ik kan maar één heel nasty verhaal. Nee, die is toch gewoon te nasty voor de wereld. Goedenavond met Pulijf. Hoi, met Lars. Hey Lars. Lars ervoor. 18 toch? Ja, juist. Ja, hij belt wel vaker. Ja, Lars, je bent ook al vaker, geloof ik, dingetjes. Ja, altijd als ik gebeld kan worden. Lars is gek op bellen. Je bent wel, bellerig. Een belhamel. Oh, ik kan zo erheen moest komen. Dat was wel gezellig. Ja, hey Lars, heb je een beetje genoten van straatnoeps bijvoorbeeld? Ja, dat is echt een van de leukste dingen die we hebben. Ja, nou dankjewel. Dat is een compliment voor de mensen op straat. Lars, heb jij een memorabel verhaal wat met bloed te maken heeft? Ja, dat is best nog wel grappig en het gebeurt. Dat is ook belangrijk. Ik lag al slapen op de bank en mijn neefje van 4 jaar. Die was bij me. En er lagen chips op tafel, op jubels. Zeg van die driehoekige chips. Mm-hmm. En die had hij in mijn neus gedaan. En niet zo'n beetje ook. Hij had ze echt heel ver erin gedaan. Ik werd wakker en het bleef bloeden en bloeden. Ik dacht, wat is dit nou weer? En het deed pijn. Normaal hoefde hij eruit stromen. En, via de bugel eruit stromen? Ja, hij had er zo ver in gedaan. Ik snap ook echt niet hoe het kan. Ik heb recht. Dacht ook nog van hoe kan het. Was je heel dronken dat je niet wakker werd ofzo? Het was ook echt geen beetje. Dat bleef volgens mij over een kwartier dan bloeden. Maar kreeg je die bugel er wel uit? Was het een soort van trechter geworden? Ja, zo kan je het wel noemen, ja. Het is fucking lastig. Maar je doet toch één keer zo, dus je bugel toch kapot? Ik heb er ook best wel wat ergs van overgehouden, want dan voel ik het nog. Ja, echt? Echt waar? Ja, krijg je... Als ik bijvoorbeeld echt verkouden ben, ik snuit mijn neus de hele tijd, dan... Dat proeft het naar bugles. Ja. Maar die bugles... die chips is er wel uit, hij is er wel uitgehaald, toch? Nou, dat was het. Oh ja, maar hij is er wel uitgehaald, vraag Roy. Wat zei je? Hoe is hij eruit gehaald? De bugle? Nou, uiteindelijk is hij er zelf uitgekomen, met al dat bloed. Ah, oh, dus dat is nasty. Een beetje nat geworden. Ja, dat was wel echt gewoon. Ik vind dit echt wel een goed verhaal. Maar lust je nog wel bugles? Ja, het is wel een van mijn favoriete chips. Nog steeds! Dat is heel mooi, jongen. Je moet blij zijn dat hij er geen Doritos in heeft gestopt. Die zijn echt net. Die hamkaas, jongen. Wokkels of zo, maar die krijg je er nooit meer uit, want die kun je gewoon vastdraaien. Die zit er nog in je hersenpan op een gegeven moment. Nou Lars, ik kijk even naar de jury. Verdient dit? Ik kan niet voorstellen dat dit verhaal getopt gaat worden. We kunnen ook, want er zijn nog wel meer mensen die kunnen bellen, toch? Of is dit de eerste die belt en die wint? Ik vind het een heel goed verhaal, daar niet van. Misschien is er nog iemand die eronder denkt. Lars, we houden jouw verhaal in. We schrijven je niet af. Zeker niet. Maar we willen nog meer verhalen horen. Ja, dus, dat is Lars jammer. Houd even ons achterhoofd. Wacht even. Het kan nog steeds zijn dat je gewoon wint. En de kans is redelijk groot. Ja, dat denk ik ook. Die kans is echt heel groot. Maar we hebben je naam. Dus als je wint, dan krijg je een berichtje van mij. Oh, oké. Okay. Op Twitch? Op Twitch, jazeker. Oh, oké. En we weten waar je huis woont en hoe je nummer heeft. En je telefoonnummer, dus komt allemaal goed. Ja. Nou, okay. Bugle Boy. Oh, oké, bedankt voor bellen. Echt Bugle Boy. Hashtag de bodem is lekker. Later. Jongen. Wat een goed verhaal. Een neefje van 4 die... 10.
4. Hij zei 4. Van 4, ja. Nee, ik stond 4. Maar dat je dat niet merkt als je ligt te slapen. Ja, ik zei al, maar is hij dan je heel zit dronken? Zit gewoon bugels in je neus te crammen. Is hij dan heel dronken? Maar dan zou ik ook zeggen als ik iemand van 4 bij was, dat trek je normaal ook niet nuchter. Als ik slaap, dan slaap ik ook goed, hoor. Maar ik zeg maar bugel in je neus goed? Ja. Dat is nu een nieuwe term, hè? Echt bugel in je neus goed? Echt misschien wel hamkaas in mijn anus goed. Zo. Goedenavond met Pulijf. Met wie spreken wij? Met Jurien. Nee.